Goedemorgen. Het is momenteel zondag en het is om precies te zijn nu 10:30. En normaal gesproken zou ik op dit moment al in de auto zitten om naar de schaatsbaan te gaan. Nou, dat gaat dus helaas niet door. Dus ik ben deze ochtend gewoon thuis. Dus ik heb vanochtend voor niks gehaast en gisteravond voor niks al een heel deel geëdit. Maar goed, maakt niet uit. Het is dus zondag. Het is 12 december. En we gaan dus even een vakje openmaken. Eens even kijken. Zit 12 hier? Nee, geen 12. Even kijken, waar zit hij hier? 11, 5, nee. Nou, we zitten dus in het onderste laadje, denk ik. Yes, het is een vierkant. En zwaar. Dit is het vakje van vandaag. En de tekst die erop staat is... Invite somebody selfless over to pamper, revive and unwind. Share the joy together. Het is best wel een zwaar doosje. We gaan eens even kijken wat zit erin. Er zit in een oranje potje. Het is de Vitamin C Glow Boosting Moisturizer. Dus het is een dagcreme. Laten we ze ruiken. Oeh, kijk. Hij is heel oranje ook. Aan de binnenkant. Hij ruikt heel fris. Een beetje sinaasappelachtig. Zou vast wel sinaasappel of zoiets in zitten. Mega lekker. Voor dal... Tired en grumpy skin. Dan kunnen we hem lekker testen in combinatie met deze sheet mask. Zo, hoppakee. Die horen we ook samen, want hij staat hier ook op de achterkant. De Daily Moisturizer. Nou, nu heb ik wel een moisturizer die ik op dit moment heel erg fijn vind. Dus dit is dan eerder een backup die ik dan na dit potje die ik nu gebruik ga proberen. Dus dit is alvast voor de volgende keer. Scheelt er, hoef ik de volgende keer geen moisturizer te kopen. Het is momenteel tijd... om te gaan plannen voor komende week, want het is nu zondag, dus ik wil even een goede planning gaan maken. Laten we beginnen. Zo, we beginnen natuurlijk met een hele lege pagina en dan sla ik hem even om, want dan is het iets makkelijker schrijven. En dan beginnen we met het opschrijven van de maand. En het is deze maand december, dus dat schrijven we hierop. En dan schrijven we ook de datums erbij. Maandag is het de 13e, 14e. 15, 16, dan slaan we hem even om, 17, 18, 19. En ik schrijf hier trouwens ook nog even december op. Dan gaan we het volgende opschrijven. Ik schrijf hierboven altijd op to do. Dus dat schrijf ik bij iedere dag even op. Want ik begin eigenlijk altijd eerst met de layout voordat ik er dingen in ga schrijven. In het volgende vakje schrijf ik op rooster... En dan pak ik even mijn telefoon erbij, zodat ik mijn rooster erbij kan pakken. Want die weet ik namelijk niet zo goed uit mijn hoofd. Dus we gaan eens even kijken. Om 8:30 heb ik PGO rekenen. Dan heb ik om 12:10 BI. Dan heb ik om 16:00 dansen. De volgende dag is 8:00 stage. De volgende dag... om 9:50 onderzoek. Dan heb ik namelijk weer een gesprek. Dan op donderdag heb ik om 8:30 PGO rekenen. Om 14:30 Engels. Om 16:50 bewegingsonderwijs. Dan gaan we naar de pagina erna. Heb ik op vrijdag heb ik om 8:00 stage. Had ik hier nog iets in het weekend gepland? Nope. Oké, dus dat is allemaal vrij. Nou, dan gaan we beginnen met de to-do list. En elke dag moet ik in ieder geval vloggen, want het is vlogmas. Dus iedere dag in ieder geval vloggen. En editen. En uploaden. Nou, en dan schrijf ik ook op dat ik PGO... moet voorbereiden. Dat ik naar dansen moet. Dat ik mijn lessen voor stage moet voorbereiden. En planning maken. Herkansing. Aardig lijstje dus. We gaan verder. Naar dinsdag. Dan moet ik in ieder geval vloggen. Edit de vlog. Uploaden. Stage. En daar moet ik go, no, go. Les. Filmen, PGO taal, PGO rekenen. En als ik s'avonds thuis kom, moet ik een
onderwijs situatie schrijven. Oh, ik heb nu al geen zin in volgende week met al deze lange lijstjes. Oké, woensdag. Dan moet ik weer vloggen, edit, vlog, uploaden. Naar gesprek, onderzoek, werken aan onderzoek en ook PGO voorbereiden. Dan gaan we naar de volgende. Dus we schrijven weer op vloggen, edit vlog, uploaden. Dan heb ik ook school en lessen voorbereiden. Gaan we naar de volgende dag, de volgende pagina dus. Dan heb ik natuurlijk weer vloggen, edit vlog. Nou, deze dingetjes, die weten jullie nu ondertussen wel. Uploaden. Dan heb ik stage, OWS, schrijven. Dat was het. Ik heb nu een bolletje te veel geschreven. Nou, er komt vast nog wel wat bij. Nou, dan gaan we naar zaterdag. Vloggen, edit, vlog, uploaden. Dan moet ik leren voor de herkansing. En dat is eigenlijk het belangrijkste die dag. Nou, de volgende dag op zondag is het ook weer gewoon vloggen, edit, vlog en uploaden. En moet ik weer leren thema 9. Want ik heb namelijk de dinsdag erop. Dus op de 21ste heb ik namelijk een herkansing hiervan. Dus ik moet daar echt wel voor gaan leren. Dus die ga ik er trouwens bij de woensdag ook even bij zetten. Leren thema 9. En dit is dus dan mijn planning voor de komende week. En ik wil hier weer even een leuke quote. Dus laat weer even wat leuke quotes achter die ik hier op kan zetten. Nou, vorige week had ik bijvoorbeeld Merry and Bright. En hier the start of something new. Dus laat even een leuke quote weten die ik hier zo op kan schrijven. Maar dan was dit dus het plannen. Ja, 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 ja. Kom op! Zo. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze wil ik je heel erg bedanken naar het kijken van deze vlog. Hij is niet zo heel erg bijzonder, maar ja, ik heb heel erg veel voor de tv gezeten vandaag. Of in ieder geval gisteren. Het is al de volgende dag ondertussen. Maar ik wil je dus heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te geven. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Klik gelijk even op dat belletje. Zodat je weet wanneer ik een nieuwe video plaats. Volg me ook even op Instagram als je dat leuk lijkt. En dan hoop ik jou te zien bij een gloednieuwe vlog. Morgen weer. Bye!